schakelen naar de man die vanavond een Benefietconcert geeft. Het is niemand minder dan Jan Dulles. Hallo, Barry. Yay! Dit keer zonder masker op. Even snel, hoe was dat, de Masked Singer? Ja, dat was wel een behoorlijke belevenis. Nou ja, het rare was dat ik alles al had meegemaakt toen de eerste uitzending pas kwam. Ja, precies. Ik had al die dingen al meegemaakt, dus ik wist al hoe spectaculair het zou worden. Ja. Maar ik mocht er nooit niks over zeggen, dus dat is heel vreemd. Hey, maar bij jou en Van der Dam wisten ze natuurlijk allemaal al gelijk van, nou, dat is Jan. Uiteraard, na twee regels. Ja, precies, precies. Dus ja, te ontkennen dat... Dat heeft me duur komen te staan, want ik heb met een paar mensen nog steeds ruzie. Dan voor de rest... wel leuk. Want vanavond is natuurlijk de Benefietshow. Vertel even, want we hadden net op de redactie erover Giving Tuesday. En zeiden mensen, hé, wat is dat? Is dat iets nieuws? Je vraagt mij wat Giving Tuesday is. Ja. Oh, is het nog niet zo bekend dan? Nou, ik vind het nog niet super bekend. Ik heb toch wel een aantal mensen gehoord die het nog niet helemaal precies wisten. Eigenlijk heb ik het ook pas twee dagen geleden voor het eerst gehoord door die term. Maar toen ik dacht toen wel bij mezelf van... Dat is eigenlijk wel een hele goede zaak na al die absurde, uit de hand gelopen dingen zoals Black Friday en Cyber Monday. Mag er best wel iets tegenover staan als Giving Tuesday. Dus wat dat betreft is dat een goede zaak. Ja, want het is wel tof, want jullie doen dus die show voor Stichting Huis aan het Water. Nou, en vertel even, wat voor stichting is dat precies? Het is een stichting, het is een soort opvanghuis voor mensen die de diagnose kanker hebben gehad. Dus, maar die mensen willen er toch wel over praten. En dat kan dan vaak alleen maar met de arts. En dan zit je daar al met een heel vervelend gevoel. En dan is Huis aan het Water is een soort opvanghuis... waar mensen met kanker bij elkaar kunnen komen om erover te praten. Nou, wat goed. En vanavond gaan jullie dan een livestream doen? Een live benefiet optreden? Hoe werkt dat precies? Wij doen het dus met een livestreamconcert. Wij hebben de afgelopen maanden al een paar keer een livestreamconcert gedaan. Dus wij weten dat het leuk is en we weten dat het kan. En we treden op samen met Nick en Simon en Lucas Hamming en nog een paar andere artiesten. Dus het wordt een hele leuke avond. Het duurt van 7 tot 9. En als je de stream wil bekijken, dan kun je naar onze site. Dan betaal je een tientje voor en dat tientje dat gaat dus naar Huis aan het Water. Ah joh, een tientje en dan heb je gewoon lekker 2 uur een gek concert. Gewoon live gestreamd in je woonkamer. Presenteerd door Kees Tol. Oh kijk, nou helemaal goed. Helemaal waarschijnlijk inrichting helemaal VT Wonen en zo, denk ik. Waarschijnlijk wel. Hey, en jongens, het is een livestream, dus dat betekent dat je ook gewoon lekker het biertje uit je eigen koelkast kan halen. Lekker op je eigen bank kan ploffen. En naar deze toppers, deze helden allemaal kijken. Nou, jullie heel veel succes, Jan. En als laatste vraag, hoe is het met de kleine? Heel goed. Ah. Een lekkere dikke dame is het geworden. Ah. Helemaal leuk. Nou, Jan, doe even de groet aan de rest. Natuurlijk een groot applaus van ons hier in de studio. Groetje, Nick en Simon en de rest. En we gaan allemaal inloggen om 7 uur dus vanavond online. Een benefiet voor Stichting Huis aan het Water op Giving Tuesday de 3e. Dankjewel, Jan Dulles. Yo, graag gedaan. En we blijven even in Volendam met Jan Smit als de morgen is gekomen. Ik lig gebroken.